Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar het Evangelie van Sint-Johannes en wel naar hoofdstuk 16. En dan ook nog naar de allerlaatste vers in dit hoofdstuk. En in dat vers staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan wil ik het eigenlijk vooral hebben over. Ook daarvan nog het allerlaatste stukje. Ik heb de wereld overwonnen. Misschien als je logisch nadenkt zou je denken van, hè, deze vers komt misschien uh, voor nadat Jezus was uh, gekruisigd, weer verrezen uh, en misschien zelfs uh, onderweg uh, naar de hemel tijdens de hemelvaart. Alleen het interessante hieraan is, is dat dit daarvoor nog uh, allemaal plaatsvond. Dus de Heer Jezus heeft in dit hoofdstuk heel veel bemoedigingen gesproken. En heel veel uitleg geven aan de discipelen die erbij zaten. Dit hele hoofdstuk, super mooi hoofdstuk. Ik zou het vooral even lezen als ik jou was. Um, en hij is er dus eigenlijk een soort van aan het verzekeren van zijn kracht. Hij zegt, ik heb die kracht, ik heb de wereld overwonnen. In de tegenwoordige tijd al. Dus niet pas nadat ik gekruisigd ben en verrijs, maar ik heb de wereld overwonnen. Wat leren wij daarvan? Wat krijgen wij daaruit mee? We krijgen daar bemoediging uit mee. We krijgen daar geruststelling uit mee. Want hij zegt niet, ik heb één iemand overwonnen, ik heb een ziekte overwonnen, ik heb een, uh, een, een probleem overwonnen. Hij zegt, nee, ik heb de hele wereld overwonnen. En was het maar zo, hadden wij die kracht maar om dat ook te kunnen zeggen, vol vertrouwen en vol kracht. Ik heb de wereld overwonnen. Want de wereld is ons soms nog steeds iets te moeilijk of iets te zwaar of ervaren we dat als zwaar. Misschien, misschien heb je problemen met vrienden, misschien heb je problemen met school, misschien heb je een andere zwakte die je moeilijk vindt om te overkomen. Uh, misschien heb je last op werk, misschien heb je een bepaalde ziekte, misschien heb je dat allemaal niet, maar heb je wel heel veel last van verdriet of angst. Allemaal dingen waar we mee te maken krijgen en waar we van, waarvan we niet automatisch af kunnen komen. Maar al die dingen horen bij de wereld. De wereld waarvan God heeft gezegd, ik heb die overwonnen. En we weten natuurlijk dat de wereld ook een beetje hoort bij de duivel. Dat de duivel die wereld ons in zijn macht heeft. En uh, bepaalde zonden zo mooi voor ons maakt en zo aanlokkelijk voor ons maakt. Dat het voor ons ook misschien niet het allerleukste lijkt om, om dat te willen overwinnen. Misschien willen we daar wel in meegaan. Misschien geven we de duivel en de verleidingen van de wereld wel een kans om ons, om ons te overwinnen. Maar daar heb je een keuze in: je hebt een keuze om in de kracht van God. Dat te overwinnen. Misschien heb je die kracht zelf niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Want de Heere Jezus, God, heeft de wereld voor jou overwonnen. Dus als ik bij Hem blijf, als ik met Hem ben, dan zal ik die wereld ook kunnen overwinnen. Niet omdat ik zo sterk ben, niet omdat ik zo krachtig ben of zo stoer, maar omdat ik een God heb die dat heeft gedaan voor mij, die dat kan voor mij, die dat wil voor mij. Alleen welke keuze maak ik daarin? Maak ik de keuze om te zeggen van het is mij te zwaar, ik vind het lastig, laat maar zitten? Of maak ik de keuze van nee, ik ga met al mijn macht, ga ik me vastklampen aan God, ga ik schuilen in zijn vleugels, ik wil dat hij dat voor mij oplost. Ik wil dat hij dat voor mij doet, ik wil dat hij dat voor mij overwint. Dus je eigen kracht is niet genoeg, dat is waar. Maar gebruik zijn kracht daarin, dat mag. Heb vertrouwen, heb geloof. Laat de Heere Jezus jouw wereld overwinnen. Ik zie je weer bij een volgende aflevering van Het Woord van het leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.